Ons gevoel van veiligheid is volledig aangetast. We zijn echt uit ons huis gesleept. Rob, een week geleden sprak ik je. Toen was de ontruiming gaande. Nu zit je weer op een andere geheime locatie. Hoe is de afgelopen week voor je geweest? Het was natuurlijk een week die ik nog nooit heb meegemaakt. Je bent opeens zonder bodem onder je voeten. Ik heb weliswaar geen voeten, maar ik had ook geen bodem onder mijn rolstoel. Dus alles is in één keer anders. En mijn familie is meteen weggebracht naar een onderduikadres ook. Ik ben nog even gebleven in Den Helder. Maar ik kon natuurlijk het centrum niet meer in. We hebben het over geheime locatie. Hè? Je gebruikte net ook het woord onderduiken. Waarom is die privacy zo belangrijk nu? Er staat natuurlijk een enorme druk op ons. Er wordt ook door de burgemeester wordt er een soort beschuldiging uitgesproken dat wij hem bedreigd zouden hebben. Want natuurlijk volledig, kijk naar mij, ik ben een slachtoffer van geweld. Geweld is nooit een antwoord. Wat zegt de burgemeester er zelf over? Nou, wat ik gisteren begrepen heb, is dat de burgemeester in ieder geval op Scholten min of meer beschuldigd van... Allerlei valse dingen die hij dus, of halve waarheden die hij verspreidt, leugens en ga zo maar door. Maar dat zijn toch twee aparte zaken? Ja, maar dit is dus het gevolg als twee karakters tegenover elkaar komen te staan, waarin er niet meer objectief kan worden geoordeeld. En dan gaat men niet meer over de materie van het Rob Scholten Museum, wat een aanwinst voor Den Helder kan zijn, maar dan gaat het zuiver om de personen. En dat moet je gewoon niet willen. Dus dat die suggestie vindt plaats, ik voel me niet veilig. Heel simpel. Dus ons gevoel van veiligheid is volledig aangetast. We zijn echt uit ons huis gesleept. Bijna Tweede Wereldoorlogachtig. Zoals je de Joden laat vertrekken met wat ze aan hebben. En een paar dingen die ze kunnen dragen. Zo zijn wij uit het museumcomplex gegooid. Gisteren was er een raadsledenvergadering. Ja. Daar was u bij. Wat is daar zoal besproken met betrekking tot Rob? Nou, vooral wat ongenoegen met betrekking tot een aantal raadsleden die vonden dat dit besluit eigenlijk niet genomen had mogen worden. Omdat er komt een nieuw college aan, er komt een nieuw bestuur aan. We willen het allemaal anders doen. Misschien dat er de mogelijkheid was om toch met Rob Scholten in gesprek te gaan. Maar waar het vooral om ging, was om even pas op de plaats te maken. Er was sprake van een gentleman's agreement, dat het volgende college het op zou pakken. Verbaast het u dat de burgemeester toch die afspraak heeft geschonden? Wij hadden gedacht dat hij inderdaad zou luisteren naar wat we bedacht hadden, hoe we erin stonden. Maar dat was niet zijn optiek. Hij is gewoon doorgegaan met datgene waar hij natuurlijk gewoon wettelijk recht toe had. Dat is het niet, maar je had het anders gehoopt. Het college was nog niet opgetuigd. Er is een reces nu. Waarom denk je dat deze keuze om u en uw gezin het huis uit te zetten in die tussenperiode is gebeurd? Nou, ik denk omdat het anders niet meer mogelijk was geweest. Ik denk dat we te veel steun hadden. We betekenen natuurlijk steeds meer voor de stad. Ik denk dat gespeeld heeft. Dat het anders niet meer zou lukken. En misschien zelfs zijn eigen positie wel stond te wankelen. Want dat heb ik ook begrepen, dat dat een onderdeel was van de coalitiebespreking. Waar heeft u zich het meest aan geërgerd tijdens de raadsvergadering gisteren ten aanzien van de burgemeester? Nou, dat hij een gloedvol betoog hield waarin hij zo in de slachtofferrol ging zitten. Alsof het allemaal heel geweldig was gegaan. En de enige die zich misdragen had, dat was dan Rob Scholten. En ik denk altijd, maar er zijn altijd twee kanten aan een zaak. Gaat dit nog een staartje krijgen? Denk het wel. Ik heb gisteren mijn zorgen uitgesproken met betrekking tot schadeclaims. Want ik ben natuurlijk verantwoordelijk gesteld voor de politieinzet. Ze hadden 60, 70, 80 man politie erbij. Dus die kosten die liggen heel hoog. Hebben we het dan over tonnen? Ja, ik heb zelf een rekening gezien van 218.000 euro. Maar ik vermoed dat die verhoogd gaat worden. Omdat er natuurlijk veel meer in het pand staat dat men van tevoren heeft kunnen bedenken. En ben jij van plan om hun nu aan te gaan klagen? Of wil je in gesprek? Wat wordt je tactiek? Nee, mijn advocaat heeft gisteren gezegd dat hij de gemeente opnieuw uitnodigt voor een gesprek. Daar hebben we natuurlijk nog, voor zover ik weet, geen reactie op gekregen. Maar dat is eigenlijk niet anders dan in de afgelopen jaren zolang we samenwerken heeft gedaan. Hij heeft permanent zijn hand uitgestoken en permanent is die hand afgeslagen geweest. En zou u het liefst terug willen naar Den Helder? Of bent u nu ook andere opties aan het checken? Ik zou gewoon dit project, ik beschouw het Rob Scholten Museum als een Helders museum, tot nu toe. Ik kan me voorstellen dat er ergens anders dependances komen, maar ons hoofdbureau blijft Den Helder. Dus...